met het dierenwelzijn in de veehouderij. De prioriteit is weg van de aanpak van stalbranden. Maar het valt me ook op dat er niks meer wordt gezegd over het lijden van dieren bij de slacht. Terwijl de PVV onze moties toch altijd heeft gesteund. Lagere slachtsnelheden, zodat er meer rust in dat proces komt. Verbieden van de CO2-bedwelming bij varkens, want die is heel pijnlijk. Maar ook de onverdoofde slacht. Daar zijn we het eens, dacht ik. Het stond niet in het hoofdlijnenakkoord, terwijl de PVV daar altijd een punt van heeft gemaakt en nu de grootste partij is in deze coalitie. En het komt ook niet terug in het regeerakkoord. Dus ik vraag me af, waarom is dat? Waarom staat er geen maatregel dat er een verbod komt op de onverdoofde slacht? Ja, ik heb geen idee voorzitter, omdat we het er niet over hebben gehad. Ik moet even goed nadenken. Er staat wel wat in over dierenwelzijn. Volgens mij, althans in het hoofdlijnenakkoord, hebben we wel een paragraaf opgenomen over dierentransport uit mijn hoofd. Dus volgens mij staat er wel wat over dieren in. En hebben we dat debat ook met elkaar gehad bij het debat over het hoofdlijnakkoord. Dus ik ben het niet met u eens dat dat niet zo is. En ja, nogmaals, dat is dan ook het voordeel van het extra parlementaire. Wat er niet in staat en waarvan we ook niet hebben gezegd tijdens de onderhandelingen, dit wil een van de partijen niet, is een vrije kwestie. Dat is wat er gebeurt. Ik weet niet of dat over al de punten die zegt die u geldt hoor. Maar ik kan niet op al die punten, die voorbeelden die u noemt, nu aangeven wat we daarmee gaan doen. Dat zult u toch met de heer Graus in de bekende debatten met hem moeten doen. Ja, nou ja, over die onverdoofde slacht. Kijk, ik vraag dat niet voor niks. Want wij hebben eerder daar een wetsvoorstel over ingediend. Dat heeft het gehaald in de Tweede Kamer. Maar in de Eerste Kamer, omdat het zittende kabinet, ik weet het nog goed, het was Rutte 1, dat werd gedoogd door de heer Wilders, heeft ons in de Eerste Kamer gewoon pootje gehaakt. Dus dat wetsvoorstel is daar verworpen. Dus ja. Het is nogal van belang of het kabinet dat steunt of niet. En ik vraag het ook omdat wij verder willen met ons wetsvoorstel. Maar de onverdoofde slacht betreft natuurlijk wel twee religieuze groepen. Moslims en Joodse mensen. Er is een uitzondering op het verbod op onverdoofd slachten voor deze twee religies. En als wij verder gaan met dat wetsvoorstel, zou ik wel graag van de heer Wilders horen of hij met zijn fractie wel bedoelt dat er een volledig verbod op de onverdoofde slacht komt. Want ik zie hem in alle eerlijkheid altijd de schijnwerper zetten op de islamitische onverdoofde slacht. Maar hij moet toch ook erkennen dat de Joodse onverdoofde slacht net zulk dierenleed veroorzaakt bij de runderen en die andere dieren die daar geslacht worden. Ja, voorzitter, ik ga daar nu echt niet op reageren. Dat is allemaal veel te technisch. Ik kan me, wat ik u zei, en dat meen ik oprecht, ik kan mij niet herinneren, maar ik zal nog even met mijn collega's checken dat wij het daar überhaupt over hebben gehad tijdens de onderhandelingen. Dan moet ik ook nog even kijken daarna, want dan is het op zich een vrije kwestie of ik niet iemand keer tegen zijn schenen schop als we dat wel doen. Dus het is, ik kan u dat nu niet aangeven, maar u weet dat wij daar serieus naar zullen kijken. Ja, voorzitter, dat is fijn. Ik vind het wel een beetje slapjes als de heer Wilders zegt, dit is te technisch. Als er iets getwitterd kan worden over de islamitische onverdoofde slacht, dan vindt hij het helemaal niet te technisch. En diervriendelijke slacht bestaat niet, hè? Dus alle vormen van slacht zijn ellendig voor dieren. Maar we moeten er alles aan doen om het lijden bij dieren bij de slacht te verminderen. Een verbod op CO2-bedwelming, lagere slachttempo's in de reguliere slacht en de uitzondering op het verbod op onverdoofde slacht schrappen. Daar is niks technisch aan en ik reken erop dat de heer Wilders dat gewoon gaat steunen. Nou voorzitter, ik moet helemaal niks. En als mevrouw van de Partij voor Dieren zo tegen mij praat, dan ga ik me nog drie keer bedenken of ik het wel steun. Ja, als u met die toon, mag u dan naar fluiten? Oh, dus de dieren? Ik wil heel graag gebruik maken van mijn vierde ronde, voorzitter. Ja, nee, het is goed dat de heer Wilders dit nu. Neem lekker uw tijd. We hebben de hele dag. De hele dag, tuurlijk. Nee, één zin. Ja, het is goed dat de heer Wilders even kleur bekent. Als het gaat om de dieren, dan is hij dus tot niks bereid. Een beetje een normale toon, dan kunnen we praten, anders dan bekijken we. De heer Timmermans.